Ik loop me nou hierin naartoe. Want we gaan nou een speciaal liedje doen. Samen met Ome de Klaas. Maar dan ben je vlug, toch niet, reizen weer. Jongens, je moet wel een beetje bijblijven, hè. Ome de Klaas, die hebben een liedje gemaakt over onze legendarische brugwachter Jan van Lux. En voor de mensen die niet weten wie Jan van Lux is, zal ik hem kort uitleggen. Jan van Lux, dat was een brugwachter die hier in Uffelde, in het dorp, die heeft jaren door de bruggen bediend. Wacht hem. Die heeft jaren de bruggen verdiend. Hij komt ook maar. Want mijn grootste wens zal winnen dat Jan aan zou komen. Dan kom je al aan. Ontvangen met een enorm applaus. Dit is natuurlijk fantastisch. Welkom Jan, welkom. Je mag zitten, je mag metzingen. Ga dan maar even zitten. Ja, door. Moet je wat drinken, Jan? Jan wil graag een biertje, kan dat? Een flesje, ja, doe maar. Ik zal niet uitleggen wie Jan van Lux was. Jan was een, Henk is niet groot, maar Jan die was een heel klein mannetje. En Jan heeft heel veel betekend voor het dorp Uffelde. Hij was niet alleen brugwachter, maar hij heeft ook heel veel kinderen hier in de zaal zitten die toen kinderen waren, die hebben de brug overhouden. Hij hield het verkeer stellen, hij hield de boeren met de peerde wagen over de brug. Jan heeft heel veel betekend voor Uffelde. En daarom heeft ze voor Jan, de dorpsgemeenschap, heeft een prachtig beeld van Jan gemaakt. Er stond bij de brug op een sokkel, maar wat is er ook gebeurd? Het beeld is een stoel. Ja, dat zitten wij ook. Maar, het volgende spoort zich nou af, de dorpsgemeenschap Uffelen, die is mee bezig om een nee-beeld te laten maken of te realiseren of iets in die geest. Er komt iets nee. Wat er ook komt, dat weten we nog niet, maar er komt wel nee. Dus dat wordt aan de werk. En dat Henk, dit is namelijk Jan van Lux, dit is Henk Bijman. Henk die heeft gistermorgen zo in de optocht midden lopen. Hij had een prachtig karretje met een monument van Jan erop. En toen hebben we tegen hem gezegd, zou je dat wel willen doen? Ja, zegt Henk, ik ben geen artiest. Nou, is hij artiest of niet? Oh, geweldig. Hou maar aan de kant van weer. Want dan ging hij direct zo doen. Heb je nog wat te drinken? Geef die man nog een pulsie. Ze staat toch ook maar. Dat is toen die man is dorst. Die zien we van de brug komen lopen. Maar, Albert en Klaas, we gaan samen met hun een prachtig lied zingen. Dat gaat over het leven van Jan van Lux. Komt op het scherm, dacht ik, hè? Jan komt op het scherm, beelden van Jan, beelden van de Brugge, beelden van onze mooie voort, beelden van alles wat op mooie west is voor Jan, de Brugge wachten. Dankjewel. En nogmaals een groot applaus voor Henk. En ik ga nog een keer staan. De man, nog bedankt. Ja. Oké. Nou, dat was het voor het mannenkoor. Het mannenkoor komt straks nog een keer met een nummer of twee, drie. We gaan nu weer verder met Please. Wat is Tinus? Of Luc? Bart? Maar dan komt het. De band was nog niet compleet. We zijn nog in het verhaal. Ergens in het begin van de jaren 60. Luc was erbij. Bart was erbij. Ze hadden een zanger. Die ga je eerst doen? Oké. Ze gaat eerst nog even wat anders doen. Ze hebben een prachtig nummer, want Bart heeft net het nummer gespeeld van ZZ of van de Maskers. La Compassa. Dat was echt zo'n keeperveldnummer, maar je hebt nog zo'n nummer, hè? Je hebt nog zo'n keeperveldnummer van de Shadows. We doen het in mijn quiz. Welk nummer zal hij gaan doen? Wat dacht hij? Ja, Apache. Goed zo. Je kunt straks een. Ja, een waardebon of zo, wat zullen we doen? Nee, maar is goed. Apache. Het is een prachtig nummer van de Shadows.